Goedemiddag. Wij zijn vandaag in Driebergen. Bij Sport 2000 van den Berg. En zoals jullie kunnen zien, als je moeilijke voeten hebt, dan hebben zij een oplossing. Dus ik ben hier vandaag om de problemen met mijn voeten hopelijk op te lossen. Dus we gaan eens even binnenkijken. En hier worden ook schoenen, die worden hier gefoamd. Er wordt niet heel veel meer gedaan. Maar dat gaan ze hier vandaag doen. En dan, daar zijn we bij. Dus we gaan eens even kijken. Kom mee. Nou, hier op tafel staan een paar schoenen. Ik zie een paar tuupjes eraan zitten. Nou, daar wordt de foam door naar binnen gespoten. En dan komen de schoenen helemaal precies op maat voor jouw voet. Nou, dat gaan we zo eens bekijken. Hoe dat gaat, in zijn werk gaat. Nou, op de voeten worden nu wat plakkers aangebracht. Op de punten waar je toch wel wat ruimte moet houden. Om, ja, anders wordt het gewoon de druk te hoog. En is er helemaal niet meer goed te skiën. Dus daarom worden die plakkers aangebracht om wat ruimte te creëren. Nou, en over de tenen worden teenkapjes geplaatst. Die zijn ervoor, omdat als het schuim in de schoenen komt, dan wordt je voet naar voren gedrukt. Ja, en die kapjes die houden dat een beetje tegen. En die plastic zakken zijn om te voorkomen dat mocht er een lekkage zijn, dat je de peurschuim zeg maar op je benen krijgt. Nou, een hele stellage om die skischoen open te houden, zodat je met je binnenschoen en al erin kan gaan staan. We laten eigenlijk we twee componenten bij elkaar. We schroeven hem dicht en dan ga ik 15 seconden schudden. 1, 2, 14, 15. Dan gaan we losschroeven. Die is op. Oké, dan gaat hij nu in. Trek je hem erop. Trek je op. Dan is het zo, op het moment dat je het om je enkel heen voelt, ga je het zeggen. Moet je het al om je enkel lopen? Nee. Ja. Voel je het om je enkel lopen, doe je het bovenste dicht. Ja, dan komt er 1 aan. En de tweede ook. En de tweede, 1. Sluiten van de achterkant. Nou, dat is het. Laat maar zien is dat de overdruk loopt eigenlijk uit de tube. Ja. In principe is het zo is dat de schoen, de peurschuim, vult alle kleine gaatjes op en maakt de perfecte pasvorm in de schoen. Het wordt ook warm. Dus het is echt een chemische reactie. Hè? Nou, we gaan hier kijken. We gaan hier kijken of dat hij nog loopt. Kijk, we hebben hem hier geknipt en dan kijken we, loopt hij nog? Ja, hij loopt nog een beetje. Dan moet ik nog heel even wachten totdat hij stopt. En kijk, aan de voorkant loopt de peur eruit. Ja. Dan zit hij echt mooi gevuld en is de overdruk weg. Nou, nog een keer kijken. Nou, dan bijna. Trek de tube los, hè. 1, 2, 3. 1, 2. Nog ook. Nou, dat is de eerste. Nou, en zo wordt dus een schoen gefoamd. Gas en luchtbellers. En die drijft hem als het ware door de schoen heen. Oké. Nou, dan gaan we voor de tweede schoen. 2. En dat is schoen 2. Mag je heel eventjes erop lopen?
pad passen. En dan gaan we zo meteen eigenlijk de toe-cap. Nou, nu gaan we de voeten weer even bevrijden, want ja, die voeten zitten zo knel dat het toch wel een beetje een beklemmend gevoel geeft. Maar je moet er wat voor over hebben. Nou, je ziet de voeten, die hebben wel even goed knel gezeten. We hebben weer wat bloed in de tenen krijgen. En de speciale zooltjes erin. Dus nou ja, nu zou het helemaal goed moeten komen. Daar staan ze, de gewone schoenen. Nou, zoals jullie zien, genoeg schoenen om uit te kiezen. Voor ieder wat wils.